bij de Essenia's. Aan. Hoe gaat het met jullie? Met mij ook. Doe jij het? Niet lachen. Ik lach niet. Wanneer, welkom bij de familie Essenia. Dit is een stroom. Ik heb altijd een oproepje geplaatst met wat jullie graag willen zien op ons kanaal. En dat kwam best wel vaak uit Antilliaanse gerechten. Dus wij gaan vandaag een van de eerste gerechten die ik gemaakt heb uit de Antilliaanse keuken. Iets heel simpels. Iets wat de kinderen ook makkelijk mee kunnen maken. Ja. Dus wat gaan we maken, Jemini? Kaasbolletjes. Ja. Kaasbolletjes. Ja, maar kaasballetjes maken. Oké, de ingrediënten die we hebben zijn 100 gram bloem. Dan heb je 200 gram kaas. Ik heb een mix gedaan van cheddarkaas en normale kaas. Maar op de supermarkt niet zo uit welke kaas je gebruikt. Gewoon net wat je lekker vindt. Ik heb hier een grote ei. Een half zakje bakpoeder. En op dit blokje heb ik een kwart theelepel met zout, peper en knoflookpoeder. En gebruik ik 2 eetlepels water. Hey, je moet draaien, Janairo. Zo doen. Laat me zien. Een rondje maken. Goed draaien, goed draaien. Goed draaien, draaien, draaien. Goed zo. Ja. Jij kan wel zelf rollen. Ja. Ze worden daar een heel stuk groter, hè? Toch? Ja. Dan moesten ze misschien iets kleiner maken. Die zijn wel heel groot. Nee, kaasbal eten. Ja! Samen? Lekker, lekker bruin. Mooi kijken. Maar niet zwaar, maar bruin. Awala! Hier hebben we de Antilliaanse bitterballen, wil ik eerst zeggen. Damn it! Kaasballen. Kaasballen. Dit hebben we samen gemaakt, met z'n allen. Ik heb alleen erin gezet. Awesome. Ja, we hebben het meeste gedaan. Zeker. Dus vond je deze filmpje leuk, vergeet niet op blauw duimpje, laat reactie zeggen wat je vond. Abonneer op ons kanaal en wacht even, ik ga te snel nu. Als jullie meer van dit zien, dan moeten we 15 likes hebben. Of wat is een betere aantal? Een groot aantal. 20 likes. 20 likes? 20 likes. 20 likes, dan doen we een part 2. Wacht, ja. Net als Frozen 2. Sonic. Sonic ook. Doei!